Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom bij de allereerste echte aflevering van Vragen Staat Vrijdag. En jongens, de proefaflevering die ik afgelopen maandag heb geüpload heeft meer dan 1000 likes weten te verzamelen. Super tof natuurlijk. Dus vandaar dat ik vandaag weer lekker jullie vragen ga beantwoorden. Het is weer tijd voor Vragen Staat Vrijdag. Tweet me een toffe vraag en misschien kom je vandaag wel in de video. En dan is het altijd even een kwestie van afwachten totdat jullie vragen binnenkomen rollen. De eerste vraag vandaag die komt van Jesper. En Jesper die vraagt... Lars, hoe ben je nou eigenlijk op de naam Atla gekomen? Die naam heb ik helemaal niet bedacht, Jesper. Die heeft David bedacht op het moment dat hij de Kingdom bedacht. Dat is 3 keer bedacht in 1 zin. En Koen vraagt, Lars, hoe vaak ben je eigenlijk verhuisd? Nog nooit, Koen. Ik ben nog nooit in mijn hele leven verhuisd. Maar dat gaat natuurlijk veranderen, want binnen nu en een maand hoop ik in Fort Vaco te kunnen. En Martijn die wil weten wat mijn favoriete Assassin's Creed game is. Voor mij, Martijn, is dat Assassin's Creed Brotherhood. Maar het is natuurlijk ook wel heel erg tof om te weten wat jouw favoriete Assassin's Creed game is. Jaël vraagt, wat denkt de Vaco van 1.8? De Vaco denkt dat 1.8 een heleboel toevoegt in Minecraft, maar dat er ook een aantal dingen in zitten waarvan ik denk van... is niet echt nodig, hè? Thijs wil weten waarom ik Lars heet. Dat komt, Thijs, omdat ik een jongen ben en als ik een meisje was geweest, had ik Merel geheten. Milan wil weten wat voor toiletpapier ik gebruik. Dit met hondjes erop. Shadowfan is benieuwd naar mijn favoriete game in 2014. Shadowfan, dat had je natuurlijk zelf ook kunnen bedenken. Dat is natuurlijk Vuilnis Simulator. En nou bedenk ik me dat deze game waarschijnlijk helemaal niet uit 2014 komt. Maar dan kan ik niet controleren, want er staat nergens op dat hele doosje een jaartal. Bram vraagt, Lars, ben je fan van de King 77NL. Tuurlijk, Paul is mijn mattie. En dat was hem alweer, jongens. Vragen Staat Vrijdag voor vandaag. En mocht jij zoiets hebben van, hey Vaco, ik heb ook nog een hele toffe vraag voor je. Volg me dan zeker op Twitter. Vergeet niet om eventjes een like op deze video te doen. En dan zie ik je volgende week vrijdag terug voor een gloednieuwe Vragen Staat Vrijdag. Mazzel!